Met de isolatie van je huis houd je de warmte natuurlijk vast. En dat is lekker comfortabel. Net als hier bij het spa-huis. Tijdens de nieuwbouw werd alles geïsoleerd. We gaan eens kijken wat deze isolatie oplevert. Kom! Is je dak niet geïsoleerd, dan is dat de oorzaak van 30% van je warmteverlies. 20% van je warmteverlies komt door niet geïsoleerde muren. Met isolatie doe je dus eigenlijk je huis een jas aan. En dan zit je toch een stuk lekkerder in je huis. ...15% van je warmteverlies komt door je ramen, het gezicht van je huis. Veel huizen hebben al dubbel glas, maar met HR++ glas maak je gebruik van de ruimte tussen de twee ramen. Met HR++ glas zorg je toch net een beetje beter voor jezelf. En het is ook beter voor het milieu. ...10% van je warmteverlies voorkom je met goed geïsoleerde vloeren. Met een goed geïsoleerde vloer loop je toch net wat lekkerder door je huis. Maar het bespaart natuurlijk ook op je energierekening. En dan houd je natuurlijk wat over voor een lakje. Er is een gezamenlijke inkoopactie voor glas, vloer, muur en dakisolatie in de gemeente Os. Zo hoef je niet alles alleen uit te zoeken. Ga naar www.osschakeldoor.nl voor meer informatie. Of kijk de informatiebijeenkomst van 12 oktober terug. En wie weet maak jij dan kans op een comfortpakket van het spa-huis.